water. Checken of het een leuke date is om met z'n tweeën te doen. En ik sta nu bij de vliegende auto van Harry. There's nothing hidden in your head the sorting hat can't see. So try me on and I will tell you where you ought to be. Just and loyal. True. Yes, clearly. Hufflepuff! Kijk eens aan, gefeliciteerd! Ik ga nu dus zo'n plant eruit trekken. Oké, deze? Ja. Hoe was het ook alweer? Anouk en Leona? We gaan Quidditch spelen. Inmiddels gaan we allebei voor het schrijven. Nee! Losers! De stoel van Hagrid is serieus zo groot. Ik kan wel met z'n tweeën zitten. Kijk maar. Leona kan er ook nog wel naast. Sowieso. Zie! Het is hier erg donker. En er staan hier allemaal enge figuren. Oké, we zijn nu dus bij de Dark Forces. En dat is wel seriously scary. Dat is natuurlijk wel perfect als je een date night hebt, want dan kan je elkaar even goed vastgrijpen. Harry Potter Expo is echt heel leuk om te doen. En zeker met je lief, zeker met je partner. En helemaal als je allebei echt dol was op de films. Je hoeft echt geen diehard fan te zijn. Maar als je de films gewoon leuk vond, dan is het zeker weten eentje omheen te gaan. Want al die props, 100% dat als je hier bent geweest, je daarna alle films nog een keer wilt kijken, heb je meteen weer 7 extra dateavonden. Als je nog twijfelt om te gaan, echt niet doen. Het is hartstikke leuk. Zeker weten dus erheen gaan, de Harry Potter Expo. En ga je nou trouwen en denk je, ik wil eigenlijk ook wel een Harry Potter bruiloft? Check dan ook even onze website www.girlsofhonor.nl, want daar staat nu een echte Harry Potter bruiloft op. Yay! Vond je deze video leuk? Duimpjes omhoog. Blijf ons volgen en tot de volgende video. Doei!